Welkom beste kijkers bij weer een nieuwe aflevering van DWID, oftewel Dit Weekend in Dordt. 2018 was het jaar van de zonen van Dordrecht. 2019 moet het jaar van de dochters van Dordrecht worden. En daarom is er een groep actieve Dordtse vrouwen bezig om een lijst samen te stellen waarbij Dordtse dames genomineerd kunnen worden. Zaterdag kwamen de vrouwen en een enkele man bijeen in Dordt aan de Spuiboulevard. Tijdens de nieuwjaarsborrel werden de plannen voor het jaar bekendgemaakt. Tevens is 2019 het jaar van de vrouw en daar zijn ook allerlei activiteiten rondom gepland. Wat een enorm licht heb jij, joh. Ja, ik ben een groot licht. Jacqueline, zou jij eens even heel kort kunnen aangeven wat er voor activiteiten allemaal gaan plaatsvinden het komend jaar in het kader van de Dochters van Dordrecht? Ja, er komt 14 februari is dan Valentijnsdag. Dan zijn er diverse activiteiten. Wij doen, ja, dat is een verrassing, dus dat kan ik nog niet zeggen. Er komt een open ochtend in de Open Hofkerk in Sternburg. Met een schrijfster over jaag de liefde na. Wie moeten het worden, de Dordtse dochters? Ik ben een van die genomineerden. En waarom bent u genomineerd? Omdat ik het lokale voedsel op de agenda zet, samen met twee andere dames, Jet en Annette. Hoe voelt dat om genomineerd te zijn? Het is een rijk gevoel. Ook als ik het niet word, is dit fantastisch. Wanneer weet u het of u het gaat worden? Ik laat me verrassen. In het weekend van 8, 9 en 10 maart, dan zijn er heel veel activiteiten. En ook, denk ik, hele leuke activiteiten. Zoals in de movies, een film, een discussie en dans. Wie mag er niet ontbreken als dochter van Dordrecht? Nou, ik vind het verhaal van de Latijnse dichteres wel heel mooi. Mevrouw Godelieve, geloof ik. Heb jij het opgevangen? Nou, dat lijkt mij een heel leuk punt voor het komende jaar om daar eens wat meer over te weten te komen. Wie was zij? Zij was een dochter van het schoolhoofd in Dordrecht, van de Latijnse school. Dus ik weet er verder niet veel meer van, maar ik ga me daar zeker induiken. Oké, we noteren er. Godelieke. Godelieke heette ze? Volgens mij wel, ja. En s'avonds is dan Marjan Nobel op de Power Stage in het Energiehuis in het kader van Dochters van Dordrecht. Marjan met haar dochter. Even de historicus van dienst, Henk. Ik wil er nu op. Ja, Henk, ik moet even weten. Dordtse dochter, wie moet dat nou worden? Henk, je bent historicus. Eventjes serieus, dat is een serieuze vraag. Een serieuze vraag? Ja, een serieuze vraag. Ja. Dordtse dochters, wie moet dat nou worden? Nog één keer wat zegt de Dordtse dochters, want daar gaat het allemaal om hier bij deze bijeenkomst. Ja. Wie moet dat nou worden? Nou, bijvoorbeeld, ik vind, er zijn een heleboel Dordtse vrouwen, zijn echt kanjers. Ja, noemen ze wel even naam, hè? Bijvoorbeeld Top Naaf, hè? Die heeft een heel klein achterafstraatje gekregen, de naam althans, heel klein achterafstraatje, ergens bij dat, hoe heet het daar ook weer? Ja, jij bent historicus. Ja. Bij Villa Augustus. Villa Augustus, ja, dat weet jij wel. Bij Villa Augustus, ja, een heel klein straatje. Zo'n vrouw verdient gewoon veel meer. Op 9 maart is er in de bibliotheek aandacht voor de eerste echte bibliotheek in Nederland, dat was Dordrecht. Er was nog een heel gevecht tussen steden. U bent bezig met het schrijven van een boek over de dochters van Dordrecht. Vertelt u eens, wie komen er allemaal in te staan in dat boek? Wie komen er in te staan? Vrouwen. Het begint eigenlijk al aan het begin van de geschiedenis van Dordrecht. Dus ik begin met vrouwen als Sint-Sura uit de legende. 16e eeuw, Maria van Beveren, de burgemeestersdochter. Maria van Berkel, de echtgenote van Cornelis de Wit. Maria van Godewijk, nou dan gaan we verder in de geschiedenis. 19e eeuwse vrouwen, een vroedvrouw die niet zo bekend is. Maar bijvoorbeeld ook een sopraan, een zangeres. Wilhelmine Gips was een van de bekendste zangeressen van Nederland in haar tijd. We kennen haar nu helemaal niet meer. 20e eeuw, Top Naaf uiteraard. Maar er is ook bijvoorbeeld een schrijfster als Marie Schmitz, die we nu bijna niet meer kennen, maar die ook heel veel gedaan heeft. Dus ik zoek eigenlijk ook vaak vrouwen die veel betekend hebben, maar die een beetje vergeten zijn. En daar kom ik er heel veel van tegen. Wij niet erbij. Want zij was een beschermvrouw van onze vereniging. Welke vereniging is dat? Een vrouwenorganisatie, Stichting Abhilasha. Wat doet die? Nou, voor vrouwenemancipatie. En begon in 1982, hè?
integratie, inburgering, emancipatie van vrouwen. Want het waren met name vrouwen die niet geschoold waren. Maar toen, het was in principe voor alle vrouwen. Want in Suriname wonen alle rassen. Maar op een gegeven moment, in de jaren eind 90, begonnen iedereen, de Molukse vrouwen, de Spaanse, iedereen had zijn eigen organisatie. Toen bleven we als Hindoestaanse organisatie achter. En Wijni Abai, die was daar echt actief bij? Ja, met heel veel raad en daad. 10 maart, zondagmiddag, is er de tranen van Maria over de kracht en het verdriet van vrouwen. Naar aanleiding van de stabatmater van Pergolesi. Maar dat is een bijzonder uitvoering. Met vrouwen ook van de buitenwacht, van sorbtisten, van vluchtelingenwerk. Migrantenvrouwen doen mee en ook dochters van Dordrecht. Maar dan dochters die genomineerd zijn, die krijgen een rol, een stem. Nog even over die nominaties. Hè? Ja. Ja, wie en hoe kan je nou genomineerd worden? Op onze website, daar staat bij voorgedragen, want ze zijn nu allemaal voorgedragen. Er zijn een stuk of 50 vrouwen. Het is nog niet compleet, er wordt nog steeds aan gewerkt. Met verhalen erbij en waarom genomineerd. Het zijn er nu een stuk of 50, vooral vrouwen uit het verleden, maar ook zeker van nu. En het zijn hele verschillende vrouwen. Het is niet alleen maar oudheid, het is ook nu ondernemers. Uit de kerk, uit de sport, ook uit de schaakwereld is er iemand genomineerd. En mensen kunnen zich aanmelden via info@dochtersvandordrecht.nl. En of ze dan willen zeggen waarom. En mensen moeten, de dochters moeten een sterke binding met Dordrecht hebben. Iets betekend hebben voor Dordrecht. En er moet een verhaal over te vertellen zijn. Pasje Ottenheim. De bekend... ja, die was al Dordtenaar van het jaar, hè? Die was Dordtenaar van het jaar, ja. Dus die moet er sowieso bij. Dus die moet ook een dochter van Dordrecht worden? Dat is zeker een dochter van Dordrecht, ja. We noteren het. Jullie noteren het. Heeft u al suggesties voor de dochters voor Dordrecht, van Dordrecht? Nee, op dit moment niet. U kent helemaal niemand waarvan u zegt van, nou, dat zou een dochter van Dordrecht moeten worden? Nee. En wat gaat u dan beschrijven over die vrouwen? Ik beschrijf hun leven, maar het kunnen natuurlijk geen complete biografieën worden. Dat is, dus ik kies vaak een episode uit hun leven die heel bijzonder is geweest. Of een bepaalde gebeurtenis. Verschillend dus. Afhankelijk van wat ze hebben meegemaakt of wie ze waren. Ik schrijf bijvoorbeeld ook over Leni Dieke. Nou, dat gaat uiteraard over de oorlog. En vaak heb ik dan ook de kans om een beetje het tijdsbeeld aan te geven. Dus ik vertel ook een beetje iets over de oorlog in Dordrecht. En als ik bijvoorbeeld over Maria van Beveren vertel, vertel ik iets over de 16e eeuw in Dordrecht. Maar altijd vanuit het perspectief van vrouwen. Tot nu toe werd het altijd uit het perspectief van mannen verteld. En nu probeer ik het door een ander perspectief te vertellen. Oh! Ja, er zit een verkiezing bij. Ja, ik ben niet zo'n heel grote verkiezingenfanaat, want ik vind het eigenlijk belangrijk dat we allemaal winnen. Maar ja, als het democratisch besloten wordt, dan komt daar een terechte winnaar uit, denk ik. Ik vind het al zo moeilijk, ik wil er eigenlijk nooit antwoord op geven. Ik wil namen en nummers weten. Namen en nummers. Nee, ik weet het niet. Komt er nou helemaal niemand op je in je gedachten waarvan je denkt van, ja, dat moet nou echt een Duitse dochter worden die het een beetje gaat maken dit jaar? Nou, ik heb me wat betreft wie moet in de belangstelling staan al heel erg uitgesproken tijdens de Dordtenaar van het jaarverkiezing. En dan vind ik het wel mooi om dit wat meer los te laten en zelf verrast te worden in wie er dan eventueel dochter van Dordrecht wordt of wat dan ook. Ik wil niet overal een lepel in de pap hebben, denk ik. Dordtse dochters, wie moeten het worden? Er zijn heel veel mogelijkheden en ik hoop dat het jaar... Namen en rugnummers, Hans. Kijk, Topnaaf hebben we al. Zeer bescheiden eigenlijk. We hebben een schaakster. Cosita Dwars is al genomineerd. We kunnen denken aan bijvoorbeeld Mieke Veenhuizen-Driessen. Dat is de eerste fractievoorzitter van een christelijke partij. CDA. Dat heet nu CDA. Toen was het nog de Katholieke Volkspartij. Ellie Meijer, ook van het CDA. Een terrier op het gebied van milieu. Behalve dan een voor de oorlog een vrouwelijke wethouder, mevrouw Smit. Hadden we na de oorlog eerst twee VVD-wethouders, Dien Hennie van Randwijk en Liane Roemers. Heel veel mogelijkheden, heel veel te doen. Komen er ook vrouwen in te staan die nog in leven zijn? Nee,
Dat is voor mijzelf, voor dit boek althans, heb ik dat als grens gesteld. Ik doe alleen vrouwen die niet meer leven. Wanneer moet het boek uitkomen? Dit jaar. Dit is het jaar van de vrouw. Ik denk dat het oktober wordt. Ja, dat is het streven. Wie mag er niet ontbreken als dochter van Dordrecht? Nou, geen idee. Ik weet het niet. Ik zou het niet durven zeggen. Dan houdt het op. Ja. Ik zou heel graag willen dat Gemma Mensel erop komt. Gemma was een vrouw die heel actief was in Dordrecht in de Tweede Wereldoorlog met haar familie. Voor vrouwen specifiek. Ik ken haar van het opzetten van de eerste peuterspeelzalen. Ze zat in de culturele raad, ze zat in de gemeenteraad. Ze was heel betrokken bij Brood en Rozen. Zet de Gemma Mensel maar op. En moeder van een hele bekende fotograaf. Ja, ze heeft drie hele mooie zonen. Maar de zonen hebben we gehad, maar die willen wel helpen om te zorgen dat Gemma erop komt. Worden er een aantal vrouwen uitgezocht die het, zeg maar, ja, die het gewonnen hebben? Of... Die de dochters van Dordrecht zijn. Ja, je denkt een beetje misschien te veel aan de zonen. Dat waren de vier. Ja, dat waren de vier. Wij hebben bewust vanaf het begin gezegd, wij doen dat anders. Dit wordt anders. Wij hebben dat open gegooid. En dat is natuurlijk ook een experiment. Je kan zeggen, ja, heeft dat zin? Maar er blijken heel veel goede vrouwen uit voort te komen. Dus wij zeggen niet van, nou, er moeten er uiteindelijk 10 overblijven. Maar wij gaan daar heel goed naar kijken en er komt wel een heel goed verhaal bij. En wij willen wel een blijvende herinnering aan de dochters van Dordrecht. Dochters van Dordrecht, wie moet erop komen? Nou, ik denk deze dame. Nee, van nou, ik weet het niet hoor. Ik vind ook jij, jawel. Wij allebei. Wij samen dan. Ja. Ten slot van rekening zijn we samen hier. Een heleboel leuke vrouwen die hier natuurlijk nou zijn. En iedereen is een beetje dochter van Dordrecht, vind ik. Iedereen doet iets of draagt iets bij hier in Dordrecht. Dat is mooi. Dat maakt de stad bijzonder natuurlijk. En we mogen blij zijn dat juist dit jaar natuurlijk... dat er zoveel aandacht aan besteed wordt. Waarbij alle krenten uit de pap, heet dat geloof ik... extra naar voren komen. Dat vind ik heel mooi. Ik ben blij dat er mensen zijn daar initiatief in nemen. Dat is geweldig. De zonen zijn jullie voorgegaan, hè? De zonen zijn jullie voorgegaan. Ja, alweer. Maar dat geeft altijd niet. Die mannen. Nee, maar waren er maar vier, hè? Ik denk dat het goed komt met dit jaar. Er zijn zoveel leuke initiatieven. Ik denk dat wij misschien wel gaan overtreffen. En uiteindelijk een win-win situatie wordt. Na al dit gepraat van die Dordtse dochters gaan we even ontspannen. Dit weekend werd de Nationale Tuinvogeltelling gehouden. De bedoeling hiervan is om in een half uur tijd te tellen welke en hoeveel vogels je in je tuin te zien krijgt. Wij richten een half uur de camera in het Wijzerpark op de daar aanwezige vogels.
Zondag hield Tobie in het energiehuis open dag en kon men kennis maken met het cursusaanbod voor groot en klein. Ja, dit was een hele korte introductieles. Ja, muziek voor de peuters, hè? Ja, dit was inderdaad voor de hele kleintjes. Hiervoor hebben we iets oudere leeftijden gehad. Oorspronkelijk tot 12 jaar, maar het meeste is wel een beetje tot 6, 7, 8 dat ze komen. Ja, want vanaf welke leeftijd kunnen kinderen hier nou muziekles volgen? Vanaf echt peuters al. Dus echt, je hebt zelfs voor kinderen die nog jonger zijn, die muziek op school doen. Dus met ouders. Dus in principe kan je volgens mij vanaf dat je geboren bent zo'n beetje aan muziek gaan doen. Nou is het een beetje een regenachtige dag hè vandaag. Maar boven wij nog een ijs? Misschien wel. Kun je mee zingen? Het regent, het regent. Landjes worden nat. Waar we deze daadjes gaan. Je leert ze via allerlei spelletjes en liedjes leer je ze kennis maken met ritme, met bewegen, met instrumentjes vasthouden, met hard en zacht. Dus via allerlei wegen leer je ze kennen zeg maar, wat muziek inhoudt. En een rondje. Wat is nou het belang voor de kinderen als ze dit soort lessen volgen? Allereerst dat ze heel veel lol hebben en dat ze op hun eigen manier de muziek beleven, ofwel de dans of de theater natuurlijk, waar ze voor kiezen. Dus dat is het belangrijkste, dat ze heel veel plezier hebben en dat muziek maken iets leuks is, wat je met elkaar doet ook. Als de ouders meekomen, is het voor hen een stimulans om ook bezig te zijn met de muziek met de kinderen. Dus dat is twee vliegen in één klap, denk ik, dat ze het ook mee naar huis nemen. Doen we er nog eentje? De toeter van de bus zegt toet, 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 toet. Dan mag je hem tegen een beetje op je wijsvinger leggen, zeg maar zo, ja. En dan kan je hem tegen je lippen leggen. Ja, en hij flink blazen, dus niet te voorzichtig. Ja, goed zo. Ja. Oké, ik bak er nou met mijn hand. En dan flink wat lucht erachteraan. Ja, mooi, dat is te hard. Goed zo. Nou ja, daar tussenin, dus daar zijn we goed bezig. Ja, goed zo. Ja, daar is hij. Je moet het toch even zoeken, hoor. Die dicht. En deze ook dicht. Maar het is allemaal maar dicht in die hand. Ja. Is dit nou een blokfluit of een dwarsfluit? Een dwarsfluit. Dit is een dwarsfluit. En hoe vond je het zo'n eerste les? Beetje spannend. Het was wel lastig. Maar ik heb er tenminste toon uit gekregen. Dus ik ben al heel trots op mezelf. Je hebt nog nooit eerder gespeeld op zo'n instrument? Nee, ik ken ook helemaal geen noten. Dus het is wel een beetje lastig nog steeds. En wat denk je? Wil je hier verder mee gaan? Nou, misschien wel. Want je bent nu echt de hele dag hier allerlei lessen altijd uitproberen. Ja, zeker. Heb je al een idee van een bepaald instrument wat je zou willen gaan spelen? Nou, ik vind het altijd wel een mooi instrument geweest. En ik ben bezig met piano spelen. En ik vind viool spelen ook altijd heel leuk.
Is het echt moeilijk? Ja, dat wel. Wat is het moeilijke? Om je mond hier goed bij te houden en dan de goede tonen eruit te krijgen. Goed, hard genoeg blazen en zo. Veel oefenen, hè? Ja, zeker. Succes. Dank u wel. Kan ook. Ja, met deze al. In dit lokaal, wat mij betreft, is het Tekenen zonder grenzen, heet dat. Dat is een cursus voor kinderen van 7 tot 12 jaar. En ze krijgen les in tekenen, schilderen, druktechniek, collages, allerlei dingen. En daarbij ook informatie over kunstenaars. We nemen ze ook mee naar Pictura een keer als er een voor kinderen interessante tentoonstelling is. Ja, er kan van alles eigenlijk, hè? En het is heel gevarieerd. Dus van abstract naar heel figuratief, naar heel veel met kleur en gewoon viltstiften, maar ook gewoon heel bijzondere samenstelling van materialen. Ja. En hoe vaak komen de kinderen dan hier? Eens in de week of hoe is dat geregeld? Ze komen één keer in de week en dan is het een cursus van 15 lessen. Het begint op 13 februari en de tijden zijn van 2 tot 3:30. De leeftijd is van 7 tot 12 jaar. Eind 6 wil ook nog wel lukken, maar dat dicht bij de 7 is wel belangrijk. Ja. Wat is nou het belang voor de kinderen als ze dit soort lessen krijgen? Nou, ze maken kennis met heel veel verschillende technieken. Ze leren ook het een en over kunst. Ook als ze kleintjes zijn, ze pikken altijd wel iets mee. Dat is ontzettend leuk. En ze leren ook om de informatie die ze krijgen om te zetten naar inspiratie voor zichzelf. En daar dan mooie werken mee te maken. En wat is daar nou het belang van, dat je dat leert? Ja, dan ga je de wereld anders bekijken. Ja, alles krijgt meer kleur en inhoud. En dat, je wordt er vrolijker van, laat ik het zo zeggen. Wat leren de kinderen hier? Wat de kinderen leren is met hout omgaan en met gereedschappen. In eerste instantie handgereedschappen, maar we doen ook bandschuurmachines, alle stationaire machines zoals dat heet, die niet al te gevaarlijk zijn. Je kan met een boormachine natuurlijk altijd in je vingers boren, maar dat is niet de bedoeling. Dat gebeurt normaal gesproken ook niet. Alle zaag, cirkelzaag en dat soort dingen komen hier niet in huis. Dat is niet het idee. Dus het gaat puur om de ongevaarlijke machines, zeg maar. En vanaf welke leeftijd kunnen de kinderen hier nou de les krijgen? 12 is het ongeveer. Sommige kinderen van 8 kunnen het prima aan, hè. Die snappen ook die dingen. Andere kinderen van 8 zijn nog niet zo ver. Geldt ook voor kinderen van 12, er zijn er, die vinden het hartstikke leuk, maar dat zie je gewoon aan. Die hebben begeleiding nodig. Nou, dat bieden we. Waar is dit nou goed voor? Nou, ik denk dat kinderen over het algemeen liefst, dat is het cliché, dat snap ik ook, maar het liefst aan het gamen zijn en al dat soort dingen, alles wat een beetje ambachtelijk is, dat dat erbij inschiet. Nou, dat bieden wij hier. En dan specifiek op het gebied van houtbewerking. Ik bouw het ook op, ik begin met de allersimpelste dingen.
En dan krijg ik een beeld van wat kinderen kunnen, wat ze aankunnen, zeg maar. En dan in de loop van een half jaar, of zo lang duurt zo'n cursus. Nou, dan wordt het steeds ingewikkelder. Dan moet er gemeten worden, dan moet getekend worden. En dan moet gewoon wat strakker gewerkt worden. En dat lukt ook. Dat is het. Dat is de opzet. Als kinderen alleen maar met gamen bezig zijn, dan hebben ze fysiek, los van het eventuele sporten dat ze doen, de fijne motoriek en al dat soort zaken. En nadenken over hoe je iets aanpakt voordat je gaat beginnen. Je kan in je hoofd halen dat je een racewagentje wilt maken. Maar ga eerst maar eens verzinnen hoe je dat dan voor elkaar en hoe je die dingen dan verbindt en zo. Weet je wel, je moet leren nadenken. Je moet, je leert de technieken uiteraard. En dat is hartstikke. Ik kan me ook voorstellen dat als je later iets in huis moet doen, dat je dat ook makkelijker oppakt dan als je gewoon. Nog nooit kennis hebt gemaakt met die dingen. Dat zou het moeten zijn eigenlijk. En het is leuk, hè? Dus voor de meeste kinderen is het hartstikke nieuw. Ook al zijn ze 12, sommigen hebben nog nooit een stuk hout bewerkt. Het staat in de krant. Er is altijd vraag naar technische beroepen. Technische mensen. En die zijn er te weinig. Als mijn vier stelen. Oké, maar deze. Ramen. Klaar. En nog een keer. En nog een keer. Net zoals de kerkklokken. Maar dan anders. En de volgende slag. Die ja. De derde, ja. En nou ga ik. Jij gaat dat doen, de basgitaar. En ik ga de akkoorden spelen. Dus moet je horen hoe dat jij klinkt. Jij gaat dit doen. Ja, jij gaat doen dat wat we net deden. En ik doe de akkoorden. Ja. Ben je klaar voor? Nou, we vier tellen vooraf. 1, 2, 3, start. 2, 3, 4. En de volgende. 1. Eigenlijk wel leuk. Eigenlijk wel, hè? Oké. Okay. Dat sommige kinderen het eigenlijk niet proberen gewoon, maar je moet het gewoon proberen. Je moet gewoon proberen, kijken of het lukt. Oké. Heel mooi. En de derde, hoe klinkt die? En de volgende snaar, dat is de B van ook van Made. Luister maar. Niet de B, maar de D. De B van Barend. Maar daar kan je niet zo lekker op zingen op Barend. En nou gaan we kijken wat er gebeurt als we de hand verplaatsen. Zet hem eens eventjes hier neer. Daar. Goed stevig indrukken met je vingertop en dan doe je weer dit. Oh, hoor eens. Hoor je dit? Dat is heel anders. Zo, ik ga denk ik die cursus hout bewerken maar doen. Dit was weer een aflevering van DWD. Tot het volgende weekend.